Meneer Lohman, directeur van Winterwarm, een toch wel redelijk bekend bedrijf in Winterswijk, hoogtechnologisch en gespecialiseerd in ruimteverwarming. U gaat ook in verlichting doen. Ja, dan vraag ik me af, wat brengt u ertoe om tot verlichting over te gaan? Nou, wij zitten in de markt van inderdaad bedrijfsverwarming. En zoals u weet worden over het algemeen tegenwoordig de panden steeds beter geïsoleerd. Er komen ook andere typen verwarming, waardoor dus onze markt op dit moment niet groeiend is in Nederland. En in onze markt zijn we absoluut marktleider. We hebben 55% marktaandeel in Nederland. En ja, goed, een bedrijf moet blijven groeien. Dus we zijn gaan kijken wat alternatieven zouden zijn. Voor ons bedrijf is het logisch dat je dan gaat kijken van bij de klanten. Wat kun je daar nog meer verkopen? Ja, en het logische gevolg is dat we uiteindelijk in de LED-verlichting zijn gegaan. Nou staat er toevallig ook nog in Winterswijk een fabriek die in LED doet. En daar staat de grote letters Philips op. Maar er staat, en dat weten misschien niet heel veel mensen, achter voor sale. Philips heeft zijn lichte visie in de etalage staan. Is het logisch als u daar ook nog samenwerking mee zoekt of mogelijkerwijze zelfs delen overneemt? Nou, misschien is dat een beetje snel een stap te ver. Laat ik het maar zo zeggen. Maar Philips is een wereldmarktleider en wij beginnen bescheiden. Het is wel zo dat onze afnemer is de grootste technische groothandel in de wereld. Dat is de Technische Unie, Sonepar, onderdeel van Sonepar. 18,3 miljard euro omzet. Dus dat is een grote jongen. In Nederland zijn ze ook de grootste, met meer dan 1 miljard. Ja, een leverancier aan wederverkopers. Dat is een groothandel die verkoopt aan installatiebedrijven. Wij hebben natuurlijk een goede naam bij de installatiebedrijven. En wij gaan met deze nieuwe technologie, wat voor ons dan een nieuwe technologie is, gaan wij proberen om eenzelfde marktpositie uiteindelijk te bereiken als wat we in de verwarmingsindustrie ook al hebben. Maar toch even terugkomen op die vraag. Heeft u wel met de gedachte gespeeld? Want uiteindelijk is die kennis hier en is ook de apparatuur om te bouwen hier. Ja, nou goed, kijk, Philips heeft het erg moeilijk, omdat in de LED-industrie is het natuurlijk ook heel vaak prijsvechten. Er komt heel veel goedkoop spul uit China. Philips heeft zelf ook zijn productie naar China verplaatst. En ja, Philips zegt nu ja, for sale. Ja, zij gaan in die prijsvechtersmarkt mee. Wij gaan een totale andere richting op. Wij gaan gewoon kwaliteit maken in de Achterhoek. De LED's komen uit Scherenberg. Fantastisch bedrijf. En wij hebben de naam in de verwarming. En wij maken ook alleen maar kwaliteitsproducten. Ja. Dus wij worden het duurste in de markt. En wij hopen er uiteindelijk ook nog een beetje geld mee te verdienen. Als u naar de toekomst kijkt, levert dit werkgelegenheid in Winterswijk op? Als het gaat aantrekken zoals wij denken. Kijk, wij hebben in de luchtverwarmermarkt hebben wij meer dan 50% marktaandeel in Nederland. Mm-hmm. Ja, die markt in Nederland is 10 miljoen euro omzet. Maar je zit ook in het buitenland, hè? Wij zitten ook in het buitenland. 65% van onze omzet is export. Echter, alleen de Technische Unie verkoopt in LED-verlichting al 80 miljoen. Dus als wij daar een klein stukje van pakken, dan pakken we net zoveel als dat de helft van onze markt zou zijn in luchtverwarming. Nou, als dat gaat gebeuren, ja, dan gaat dat werkgelegenheid opleveren. Ja. U heeft dat nieuws van de LED-verlichting bekendgemaakt op de beurs. Dat is niet voor niks, denk ik. Want u stond vandaag en morgen op een beurs. Ja, zoals u kunt zien kom ik er net vanaf. Hè. De kleuren van Winterwarm zijn donkerblauw, lichtblauw en oranje. Dus ook de verkopers zijn zo gekleed. En ik sta zelf ook als teamspeler tussen die verkopers. En ja, op de VSK-beurs, dat is dan verwarming, sanitair en klimaattechniek. Hebben wij zeg maar richting al onze klanten, want de installatiewereld van Nederland komt daar, die ons al kennen uit de verwarming, hebben wij daar laten zien dat wij wat onze nieuwe activiteit gaat worden. Was de belangstelling groot? Ja, ja, absoluut groot. Dus dat maakt u optimistisch? Maakt mij optimistisch. En ja, de meeste mensen, want dat was wel leuk, wat wij verwachten is dat wij van installateurs vaak te horen kregen van ja, we hebben al wat spul gehad uit China en dan is dat bedrijven ze niet meer en nu heb ik in ieder geval een solide partner. Nou, Winterwarm bestaat dit jaar 80 jaar. En dat geeft toch wel aan dat wij in die verwarmingsindustrie gewoon een solide partner zijn. En we staan er met onze stands ook tussen ja, echt de grote spelers in de verwarmingsindustrie. Tussen Nefit en Remea en dan noemt u maar op. En daar staan we tussen. Meneer Lohman, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan.